Je kijkt naar de FIFA 20 Feyenoord Kremelt. Mijn naam is Dwayne Star en dit is aflevering nummer 5. Broskies, vergeet niet om een duimpje omhoog achter te laten. Abonneer als je nieuw bent en belletje aan. Ja, maar jullie zien het goed. De greenscreen is eindelijk terug. Ik heb eindelijk een standaard kunnen vinden voor mijn groene doekje. Dus we gaan vanaf nu zoveel mogelijk weer de greenscreen gebruiken. Het is tijd voor de persconferentie, man. Let's go. Oké, ja, dit is niet echt een vraag voor jullie. Het was eigenlijk een vraag van mij naar jullie toe. Want ik wou dus weten welke jeugdspelers aankomende waren. En die kon gaan aanmaken. En ik heb dus... Iemand heeft echt iets gruwelijks gedaan. Ik ben even aan het kijken, man. Sorry, man. Stefan. Stefan heeft een paar jeugdspelers aan mij doorgegeven via Instagram. Ik laat het nu zien. En dit zijn de spelers. En ja, man. Ik moet je gewoon even bedanken voor al jouw moeite, man. Want deze spelers... Ga me aanmaken. Dit zijn echte jeugdspelers. En yo, ik heb er zin in, man. Ik vind het gewoon leuker dan die, ja, weet je, fantasiespelers. Want dat is, weet je, als het kan. Weet je, nu kan het tenminste in FIFA 20. Ik weet niet of het in FIFA 21 kan. Want ja, natuurlijk een nieuw spel. Dus die mods moeten worden aangepast. En er gaat een verhaal rond dat het niet mogelijk meer is in FIFA 21. Dus... Weet je? Maar goed, nogmaals Stefan, bedankt voor jouw hulp. We gaan meteen door naar het schema voor deze aflevering. We hebben, even kijken. We gaan 3 wedstrijden spelen. Oh ja, jullie zien het al, man. Jullie zien het al. We gaan het opnemen tegen Sevilla. We simuleren de wedstrijd tegen Fortuna Sittard. We gaan het opnemen tegen... Wacht, nee, sorry. We simuleren de wedstrijd tegen Heracles. En dan hebben we de wedstrijd tegen Bran. En dan hebben we de wedstrijd tegen Ajax. Oké. Zeg maar niks verder. En we hebben de wedstrijd tegen Heerenveen, Oranjebeker. Ik ga deze laten voor de volgende aflevering, want ik ga hem niet simuleren, man. Oranjebeker is zo nog belangrijk, dus nee. We hebben dus eigenlijk officieel dus in deze aflevering 5 wedstrijden. En de eerste wedstrijd van deze aflevering is meteen een knaller, man. We gaan het opnemen tegen Sevilla. Sevilla heeft de Europa League gewonnen. En ik zei het al in de vorige aflevering. Ik denk dat we een pak slaag gaan krijgen. Maar sommige van jullie zeiden, is te doen. Ik weet het niet, man. Sevilla, ja, jullie hebben het zelf gezien. Maar Sevilla heeft de laatste paar jaren vaker de Europa League gewonnen. En Spaanse ploegen in de Champions League en de Europa League zijn OP, mensen. We gaan. Even kijken, Sevilla. Ocampos en Lopez hebben gescoord in de eerste wedstrijd. En wie heeft een assist gegeven? Baneka. De beste speler was Baneka, sowieso. Sowieso Ocampos, Koundé. Dat waren de 3 beste spelers van de eerste wedstrijd. We gaan... Dit is... Ja, ik weet het niet, maar Sevilla is een goede tegenstander. Wij hebben... wacht, wat? Geert Ruida, die kan niet eens mee. Haal gaat mee, sowieso. Sommige van jullie zeiden Bosnik. Bosnik. Laat maar. maar op dit moment heb ik... Nee, dat gaat hem nu nog niet worden. Want Linssen en Jurgensen zijn gewoon op papier de beste spelers. Ik weet, ik moet hem een kans gaan geven. Maar niet in de Europa League. Maar misschien... Nee, niet in de Europa League. We moeten even kijken, man. Nee, Bogonda gaat spelen natuurlijk. Mensen, we gaan, man. Het is tijd. De eerste wedstrijd. Ja. Muchas gracias por esperar. Enseguida pasaremos a las preguntas. Muy bien, eso es todo por hoy. Gracias por venir. Voordat we gaan beginnen deze aflevering wil ik trouwens nog een shout-out geven naar deze man. PLCD Bouw. Volgens mij zeg je het zo, maar hij heeft gezorgd voor dit gezicht van Bijlo, man. Echt hartstikke bedankt. Thank you very much.
for this face, my guy. I appreciate it very much. This is amazing. Let's go. Justin Bijlo heeft eindelijk een echt gezicht. En wil je dat gezicht ook? Het is sowieso voor de PC, maar de link is onderaan de video. Mensen, dit is de wedstrijd tegen Sevilla. En we zullen het zien, man. Sevilla, zoals ik al eerder heb gezegd. Ik spieg een beetje, man. Sorry, man. Sevilla is een goede ploeg. We hebben evenveel punten, maar ja, dit is pas het begin van de Europa League. Let's get it. Ik heb trouwens ook het echte gezicht van Koende, Luc de Jong en meer van deze mannen. Maar ik ben het vergeten, man. Dit zijn de 11 voor Sevilla. Godelje die speelt. De Jong speelt natuurlijk ook in de spits. Ai, 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 man. Dit is... Hey. We zullen het zien, man. Luc de Jong is in vorm. Maar ja, ik weet niet, man. Dat stadion trouwens gruwelijk ook, man. La Liga überhaupt is gewoon een... mooie competitie, man. Sowieso de nummer 2. Na de Premier League natuurlijk. Want Premier League... Zelfs Lionel Messi gaat naar... Misschien naar... Waarschijnlijk naar Manchester City. Zie dat al voor je. Messi. Bij een andere club sowieso. Maar dan in Engeland. Messi in Engeland? Maakt niet uit. Dit zijn de 11. En geen verrassingen hier, man. Ik denk gewoon dat het tijd is om te gaan beginnen, man. We hebben nu officieel trouwens iedereen met een echt gezicht. Prachtig. De wedstrijd is begonnen. En ja, weet je, de greenscreen heb ik uiteindelijk weer terug. Maar ik heb natuurlijk nog niet alle spullen. Ik moet nog echt een licht hebben. Een wit licht. Maar dat komt wel, man. Geen haast sowieso. Wacht, hé, ik moet focussen. Focus. Nee, maar het is hier niet nog een keer doen. Bijlo. En... Als het goed is, is dat een mooie oplossing. Zoals ik al zei, dus die greenscreen, waarschijnlijk werkt het niet helemaal perfect. Maar ik heb sowieso, daar heb ik niks mee te maken, man. Beter dan... Ja, weet je, beter dan helemaal niet. Kom goed, laat me het anders zeggen. Ja, we zien daar trouwens Bongonda. Bongonda moet wachten, want trouwens die aanname is ook niet goed, man. Oh, zo jammer. Hey. Oké. Okay. Eerste... Oh, wacht. Rustig. Leroy Fer. Ik had moeten passen. Oh, waarom staat Jurkensen buiten? Waarom staat Jurkensen sowieso daar? Oh, hij stond... Is hij geblesseerd? Hij is geblesseerd. Mijn antwoord is vlak daar voor me. Oké, okay, we moeten even kijken. Kan hij door? Ik weet het niet, man. We gaan gewoon proberen. Maar wat een kans. Maar het is Indy. We moeten even kijken, jongens. Ik zie niemand. Nee, ik vind dit niet goed, jongens. Karsdorp, ga maar. Jurkensen! En weer... Hey. Jurkensen heeft een kleine vorm, man. Maar hij is nog... Nee. Hij is niet meer geblesseerd, jongens. Lekker. Ocampos houdt hem binnen. Maar Malasia... We hebben de bal. We hebben geluk tot nu toe, man. Maar nog steeds 0-0. We moeten scoren dan, want we moeten gebruik gaan maken... Van het geluk wat we tot nu toe hebben. Rustig aan. We moeten gewoon lekker geduld hebben. Wie is dit? Bongonda. Kuksu! Ik probeer het echt, man. Het staat nog steeds 0-0. We spelen gewoon beter dan Sevilla. Maar het staat 0-0. Als het goed is, hij moet... Hey, we spelen goed, jongens. Laten we scoren dan. Berghuis. Ik ga hem niet verliezen. Nee. Rustig wachten. Kuksu. Ja, oké. Ik zat te wachten. Hey, ik zeg je eerlijk, man. Ik dacht, hij ging naast, man.
viering van FIFA nog steeds kapot. Wacht, kijk hier. Want ik kapte naar binnen. Tenminste, Berghuis kapt naar binnen. Ik wou meteen schieten, maar dit doelpunt is echt typisch Jurgensen dit seizoen tot nu toe. Maar hij scoort wel, hè. En we staan voor. We hebben het gedaan. Want we hebben heel veel geluk gehad, maar net niet, weet je. Maar we staan voor met 1-0 tegen Sevilla. Europees kampioen van de Happy Meal League. Want je weet, Big Mac is de Champions League en de Happy Meal is de Europa League, man. Ja, man. Oké, we gaan even kijken naar de feiten van de wedstrijd. Want volgens mij heeft Sevilla niks gecreëerd, jongen. En Sevilla heeft inderdaad niks gecreëerd. Wij hadden 6 keer geschoten, waarvan 5 op doel, 1 doelpunt maar. Dat valt wel weer tegen, want je weet hoe het werkt. En nee, maar als we deze wedstrijd kunnen winnen, dan is het de kans groot dat wij de volgende ronde kunnen bereiken. Want ja, Sevilla op bezoek. We zijn in Spanje. Hola. Is dat een goede pas of niet? Bogonda. Ja, ja. Nee, nee. Rebound is voor ons. Hé, hey, dit is onze wedstrijd, man. Ja, moet hem worden. Echt. Dankjewel, man. Ik weet niet. Ga naar de camera. Ga. Ik weet niet wat ik moet zeggen, man. Het is El Amadi. Hij heeft niet eens acceleratie. Ik bedoel, hij is niet langzaam, hè. Maar hij is niet snel. Dat wil ik gewoon zeggen. Even snel. Want als je kijkt hier. Kijk. Hij gaat er gewoon langs. Die verdediger doet gewoon niks. We staan gewoon vol met 2-0 tegen Sevilla. Ik verwacht dat ze meteen nu gaan scoren. Meteen. De eerste aanval van Sevilla. Want dit is gewoon te mooi om waar te zijn. Lopez. El Amadi. Ja, oké. We gaan het zien. Acuña. El Amadi. Oké, jongens. Het ziet er goed uit. Waar is Berg? Berghuis. In één keer schieten. Oh, deze had wel... Nee, deze had erin moeten. En Berghuis die bleef gewoon hangen. Op een... Ja, dat die... kijk waar hij heen gaat. Nee. Maar Berg... Jurgensen had deze moeten maken, man. En dit is wat we missen. Een echte killer. Maar we gaan niet klagen. 2-0. Trouwens. Sorry. Nummer 11. Moet... Kuxu heeft nummer 11, moet ik veranderen. Ik wou het hebben trouwens over nummer 12, want dat is het nummer, rugnummer van het legioen. Dus dat moet ik ook doen, maar sorry, maar ik ben vergeten, man. Ik hoop dat ik het onthoud. Ja, kijk. Dit ziet er gevaarlijk uit. Want kijk wat hij doet. Kan ik erbij? Nee, zie je? Dit is wat ik bedoel. Nee. Kijk. Ik zei het. Hij ging heel raar terug. Zo'n rare, hele rare dribbel. En dan hier, even kijken. Oeh, hinderlijk, man. Gewoon weer spannend, man. We gaan meteen door. Moeten we... Ik denk El Amadi sowieso wel, man. Ja, Kuxu trouwens ook wel, man. Oké. Bakuna. De Guzman. Oké. Jurgensen mag blijven. Hij mag blijven spelen, maar... Ja, oké. Jammer, man. En Jurgensen heeft dus net een grote kans gemist. En ik weet. Ik ben echt teleurgesteld, man. Deze wedstrijd mogen we eigenlijk niet meer verliezen. En dat is hem, de laatste wissel. Hé, hey, het is gewoon vervelend wat hij doet. Het is gewoon niet normaal, man. Kijk, wacht, ik ga het gewoon laten zien, hè. Want ik maak geen grapjes met jullie of zo. Nee, ik maak geen grapjes. Kijk hier. Ik maak geen grapjes, kijk. Dus dit is die aanname van Jurgensen. Ik wou niet eens draaien, hè. Ik wou hem gewoon aannemen. Ik wou hem gewoon niks aannemen. Kijk hier. Oké, we gaan. Hij gaat er gewoon af. Geen buiten spel. En dat is het doelpunt. We hebben geluk. Kijk, we hebben geluk. Oké. Niet klagen. We gaan door. Daar hebben we de wissels. Jurgensen. Echt, man. Ik weet niet wat ik moet doen. De wedstrijd is trouwens voorbij. We gaan winnen. Nee, wacht. Hoeveel minuten... Kan je laten zien hoeveel minuten erbij komen? FIFA! Zoveel wissels! Laat zien. Oké. We gaan het uitspelen. We gaan het gewoon uitspelen. Hé, hey, sluit af, man. Nee, man. Deze ga ik niet geven. Deze geef ik niet weg, man. We winnen met 2-1. Van Sevilla. En ik moet mijn excuses gaan aanbieden, man. Ik had twijfels. En ik ben de coach van Feyenoord, man. Ik mag geen twijfels hebben, maar... Sorry, man. We hebben gewonnen van de Europese kampioen.
niet in dit spel, maar wel in real life. Je weet wat ik bedoel. Jurgensen, de beste speler op het veld. Dat is gewoon echt dramatisch. Ze hebben 1 keer geschoten. 1 doelpunt. We gaan verder kijken. 8 keer geschoten. 7 op doel. 2 doelpunten. 60% balbezit. Yes. De volgende wedstrijd is tegen Fortuna Sittard. Maar we moeten misschien wel een tweede elftal snel gaan maken. Ah, hoeft niet. We hebben volgens mij genoeg stamina. Ja, oké. Okay, we gaan. Oké. Okay. Niemand. Alles staat goed. Dit is de tweede. Nee. We gaan even snel kijken. Waar staan ze? Fortuna Sittard. Ik heb honger, man. Ik heb honger. Ik heb volgens mij nog niet gegeten. Sorry, man. Zomaar random zeg ik die dingen. 18e plek. 2 punten. Laatste plek, hè. En volgens mij spelen we thuis, toch? Of niet? Nee, we zijn op bezoek. Oké. Doe het me niet aan. 3-0. Oké, goed. Lekker. Berghuis 2 doelpunten. Jurgensen. Koning van de simulatiewedstrijden, broskies. Dit is gewoon de waarheid. Hij scoort bijna altijd als ik simuleer. Ik weet niet waarom. Ajax heeft zijn rivaal verslagen. Wie? PSV met 5-0. Wie? AZ? Utrecht? Wie? ADO. Oké, jullie verdienen het sowieso, man. Ja, sorry, man. De volgende wedstrijd is tegen Heracles. En ik moet trouwens zeggen, kijk, als ik... ik kan niet zien of mijn camera gefocust is of niet. Dus als ik wazig ben... Hé, bij deze, man. Ik weet het niet, man. Ik kan het niet controleren. Dus dat is best wel jammer. Het is wat het is. De volgende wedstrijd is tegen Heracles. Maar volgens mij... Nee, eerste elftal kan gewoon spelen. Ja man, dat gaan we gewoon doen. Want we hebben 2 wedstrijden nog. Ja, Ajax is de laatste wedstrijd van deze aflevering. Prachtig hoe ik het zei man. Oké, we gaan simuleren. Heracles. En we spelen thuis. Dit is sowieso een overwinning. Sowieso man, 3-0. Oké. Oeh, Kimurtsoglu. Kimurtsoglu. Wat een naam man. Ik krijg ze gewoon echt op mijn bordje gewoon. Anyways, de volgende wedstrijd is tegen Bran. Bran heeft nog geen enkele keer gewonnen. Of in ieder geval, ze hebben nog geen enkele punt. Voordat we gaan naar de persconferentie, wil ik even snel kijken. Oké. Menard en zoiets. En Koemson hebben gescoord. En Strand heeft een assist gegeven. Ja, die namen. Het is tijd voor de persconferentie. Thank you everyone for joining us. We're going to start questions now. Guys, we're now out of time. Thanks for attending. Apologies if you were unable to ask your question. De volgende wedstrijd is weer een Europese wedstrijd in de Happy Meal League, a.k.a. de Europa League. We gaan het opnemen tegen Bran. En ja man, we hebben gewonnen van Sevilla op bezoek. Dus als we deze wedstrijd... Trouwens, Bran heeft niet eens punten. Laten we niet eens beginnen daarover, man. Zoals ik al zei, ze hebben niet eens punten. Wij staan gewoon op plek 1. Sevilla op 3. Wie had dat toch zien aankomen? Maar nee man, deze wedstrijd moeten we winnen. 100%. Moeten. Dit zijn de 11 voor Feyenoord. Geen veranderingen hier. Berghuis, kapitein natuurlijk. Zoals ik al zei, geen veranderingen, man. We hebben zo goed gespeeld tegen Sevilla, man. Hey. Gewoon vanaf het begin. Ze kwamen toch wel terug naar dat doelpunt. En toen maakte... Ja, weet je, als je dan 2-1 voor staat, ga je... Je gaat anders spelen. Want je weet, elk moment kan het 2-2 worden. Weet je, en dan... Maar we hebben gewonnen, man. We gaan even kijken naar de formatie. De opstelling.
van Bran. Ik weet niet eens waar komt die club vandaan, Zwitserland of zo? Ik weet het niet, maar sorry, maar ik zeg zomaar niet. We gaan even kijken, man. Heeft er iemand echt gezegd? De keeper? De keeper heeft echt gezegd. Oké, dan wil ik even kijken hoe hij heet. Farman, die ken ik wel, man. Die ken ik wel. Tenminste, die naam komt me bekend voor. Voor de rest? Nee, man. Nee, man. 4-3-3. Belangrijk. Geen twee spitsen, want dat is lastig, man. Mensen, het is tijd. Oké, Berghuis. Nu. Nu. Berghuis. Berg. Oh, ik heb het geprobeerd. Het is me wel gelukt om een kans te creëren, maar... We hebben wel een corner trouwens, maar... jammer, man. Leroy Fer met de paas op Malasia. Malasia op Bongonda. Bongonda is weg, maar... Ah, net niet. Bongonda zo dicht bij de assist op Jurgensen. Overname, Senesi. Oké, wacht even. Kom goed weg dan. Hier is... Bongonda is weg. Moet hem sowieso worden. Is hij links of rechts? Daar, anders... Nee, wacht even. Ik wil wat... Hij is links. Broskies! Maar van zo dichtbij. Dat had gewoon het doelpunt moeten zijn. Nee, man. Ik zit echt na te denken. Ik zit echt na te denken van hoe het zo kan zijn dat... Nee, ik... Nee, het is... Dit is echt pijnlijk. Helemaal die... We gaan... Houd de bal bij je, 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 houd de bal... Houd de bal bij je, houd de bal bij je. Bongonda. Jurgensen. Jurgensen! Hij doet het! Oh! Oh nee! Oh nee, oh nee, oh nee, oh... Ja, oké, in ieder geval. Oh mijn god, 1-0. Waarom loopt die camera? Ga naar die camera, waarom loop je achteruit? Cameraman. Yo, ik had het niet verwacht en jullie ook niet, sowieso niet. Sowieso niet. Hé, ik weet niet wat ik moet zeggen, man. Even kijken. Ver, Bongonda verloor de bal met een beetje geluk. En dit is wat hij vaker hoort te doen, want hij heeft vaker deze kansen gehad. En dit keer maakt hij... Deze is belangrijk, want we moeten winnen van Bran. Als we winnen van Bran, gaan we door naar de volgende ronde. Ik kan het wel garanderen, toch? Dan hebben we hoeveel punten? 9? Nee, man. Dan gaan we sowieso door, man. Trouwens, Jurgensen... Jurgensen scoort gewoon weer, hè? Hij is deze aflevering wel on fire. Ondanks dat hij een slechte tweede helft had... Blijft hij binnen? Ondanks dat hij een slechte tweede helft had tegen Sevilla. Heeft hij... Hij heeft wel gescoord, dus ja. Het kan niet te hard tegen hem zijn als hij scoort. Laten we gewoon heel eerlijk zijn. Hij heeft een goede aflevering tot nu toe, man. Wist ik dat... Wacht, wacht, wacht! Jurgensen! Oh, jammer. Leroy Fer. Kuksu. Bongonda gaat hem weer krijgen. Moet naar binnen, ja, tuurlijk. En... Oh, mij! Hey. En... Oh! Helemaal niet. Bongonda met... Ja, weer zijn... Ik ga... Dan, weet je wat ik ga doen dan? Want nu... Nu gaat het me wel storen. Sinistera komt erin. Want hij moet elke keer schieten met zijn rechterbeen, man. Ah, man. We hadden al 2-0 voor moeten staan, man. Jurgensen! Jurgensen is... Hey, ik moet heel eerlijk. Hij is goed bezig, man. Hij scoort niet, maar hij is wel actief. Pedersen. Weet je wat het altijd is met een 1-0 voorsprong, hè? Je weet... Elk moment kunnen ze ineens die ultimate Marts in die netjes, man. Wacht, wacht, wacht. Nee, wacht, wacht, wacht. Rustig aan. Rustig aan, rustig aan. Sinistera. Nu, oké. Okay. Jij bent een rechtsboot. Malasia! Oh! Wedstrijd is klaar! De volgende ronde is bereid. Ik kan het jullie bijna... Nee, ik garandeer het jullie, man. Ja, man. Moet ik eigenlijk niet doen, hè. Maar nee, man. Nee, 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 nee. Nee, nee, nee. Dit is aanval. En kijk eens aan. Sinistera met de assist. Mijn wissel is goud waard. Malasia met zijn rechterbeen. Hij kan het wel. Really. Really. Hij is een linksboot. Hij kan het wel. En hij is niet eens een aanvaller.
maar neerzijde. Malasia scoort. Volgens mij heb ik voor het eerst gescoord met Malasia. Oké dan, we staan voor met 2-0. Wedstrijd voorbij. Ver. Tussendoor, hè. Ja, Kuksu. Jurgensen, blijf lopen. En dat is... Ik zag het... Wat gaat er fout? Want die... Jurgensen... Is Jurgensen. Ik wist het, man. Jurgensen gewoon met een zwak schot. Kuksu kan hem niet... de bal afschermen, man. Ja. 2-0 gewonnen. En weer toch... Jurgensen, hij scoort, hè. En alsnog heb je kritiek. Dat zegt veel. Want hij heeft veel meer inzicht. Dat wil ik gewoon zeggen. Er zit veel meer in Jurgensen, man. We gaan even kijken naar de feiten van de wedstrijd. Volgens mij had ik de eerste helft die... We hebben 14 keer geschoten. En maar 2 doelpunten. Dat is... En 10 op doel. 2 doelpunten maar. 58% balbezit. Brand maar 1 keer geschoten. Maar 14 keer geschoten. 10 op doel. We hebben de laatste wedstrijd van deze aflevering. De laatste wedstrijd van deze aflevering is tegen de nummer 1. Ze staan op 1. Ik hoef niet eens te kijken. We gaan... moeten we... Oh my. Ja, dat is... Ja, we hadden geen keuze. We gaan sowieso een paar man eraf halen. Maar laten we even wat kijken, man. Ajax. De nummer 1. De topscorer is... Hakim Ziyech. Oké. Die speelt niet meer bij Ajax. Het is wat het is. Davi Neres. Het is Cremo. FIFA 20. Want je ziet Marega. Laat maar. Davi Neres. 5 doelpunten. Marega heeft 4. Lekker, man. Traoré. Blind ook. Oké. Okay. Davi Neres. 3 assists ook. Martinez. 3 assists. Ziyech. 2 assists. Tagliafico ook 2. Ze zijn goed bezig, man. We gaan het opnemen tegen de nummer 2. Linse trouwens wil graag spelen tegen Ajax. Je kan misschien wel worden, weet je toch, in de tweede helft. Maar we wachten even. Jurgensen, nee man. Jurgensen doet het wel gewoon goed. Thanks, thanks. If we could quieten down, then we can start with the questions now. Okay, guys, we'll be wrapping that up now. Thanks for attending. Broski's de klassieker. Gaat bijna beginnen, man. Dit is de klassieker. En we gaan op bezoek. We zijn in Amsterdam. Het gat naar Ajax is 6 punten. Dus, dan weet je dat. Johan Cruijff, legend. Legend. Gewoon zonder enige twijfel. Gespeeld bij Feyenoord en Ajax natuurlijk. Best scorende teams. Ajax op 1. Wij staan op 5, maar het gat is... Oh. We doen wel mee in de top 5, maar... Niet echt. Wat ik wel leuk vind is, dus ze hebben nog al hun beste spelers. Maar volgens mij... Zie ik is er niet. Dat is alleen maar beter voor ons. Dit is de 11. Dit zijn de 11 van Ajax. Onana, Blind, Tagliafico, Veldman, Opazo, Martinez, Alvarez, Promes, Van der Beek, Marega en de rest. Marega doet het goed. Dus we moeten gaan oppassen voor de spits. Dit zijn de 11 van Feyenoord. En een paar wijzigingen. Geert Rijda in plaats van Karsdorp. En we hebben Sinistera die speelt in plaats van Bongonda. Want ik heb liever een rechtspoot daar. Ik wist het niet, man. Sorry, man. En we hadden veel problemen met Bongonda tegen... Brand volgens mij toch? Ja toch? We gaan beginnen trouwens. Hey, rustig aan man! Ik was nog aan het praten man! Ver. Jurgensen! Ik wil een spits die tweebenig is man! Dit is 3 keer niks. Man. Hoeveel kansen gaan we krijgen in deze wedstrijd? Jammer man. Bakuna. Niet naar... Ja, slechte paas. Dat is slecht, man.
Promise. Over. Niet. Niet. Nee, niet. Oké. Oké. Alvarez. Ik heb gezichten voor Alvarez, Martinez, maar ik moet ze zelf erop zetten blijkbaar. Ik heb geen zin om dat te doen. Nee! Ik zat te kijken naar Gidrijden wat hij ging doen. Hij deed gewoon niks. Hij ging niet naar de... 5-star killer! David Neresa! 1-0. Gidrijden gewoon niet goed gedaan. Gewoon te veel ruimte gegeven, man. Ah. En we staan nu al achter tegen Ajax, man. Hier. Gewoon goed verdedigen. Weet je, maar als je zo goed wordt verdedigd, hoe kan je dus de perfecte paas geven alsnog? Kan gewoon niet, man. En Malasia laat gewoon David Neres gaan. Oh mijn god. Door de armen. We worden zo goed verdedigd, man. Ongelooflijk. We hebben geen kans om te ademen. Kan nog wel wat worden. Kijk hoe we worden verdedigd. Donny van de Beek, man. Nog een keer. Naar de camera, FIFA. Oké, ik accepteer dat we tenminste een cutscene hebben. Wat een doelpunt! Kap naar binnen. Blind is sowieso te langzaam. En gruwelijk afgemaakt. Gruwelijk. Blind kwam wel snel terug, man. Niet realistisch. We staan weer gelijk, man. Oh, we zijn terug, man. Precies die. Oké, man. Zomaar deed ik het na. Misschien niet. We moeten terug. Niet de bal kwijtraken, jongen. Kuksu. Kan niet weg. Wacht even. Sinisterra! Nee! Eindelijk had ik jou geselecteerd omdat je rechts... Je bent rechts en je schiet met rechts. Onana is een van de beste keepers. Maar dit had een doelpunt moeten zijn. Van zo dichtbij. Kijk. Van zo... Dit kan niet. En, ja, ik moet Sinisterra gaan trainen op afmaken. Want dit is niet normaal, man. Opazo. Oké, we hebben... We gaan het netjes uitspelen. Gidrijda heeft snelheid. Ja! Oh! Ho, ho, ho! Naar de camera! We staan voor met 2-1 tegen AFC Ajax Amsterdam. Ik moet niet eens zo blij zijn, want ik ben er aan... Maar waarom? Het is gewoon een kremel. Gewoon accepteren, man. Het is niet echt, oké? Het is niet echt. Nogmaals, het doelpunt van Berghuis. Berghuis met 2 doelpunten tegen... Twee doelpunten. Hij heeft het eerder gedaan, in het echt. Ja, toch? Dat hij meer... Ja, man. Jawel, man. We hebben de 2-1 voorsprong te pakken tegen Ajax thuis. Tegen Ajax thuis? Thuis? Op bezoek in Amsterdam, staan voor. De feiten van de eerste helft. Ajax 1 keer geschoten, 1 doelpunt. Net als in de vorige wedstrijd. Het is een soort dingetje. Laat maar. 4 keer geschoten voor Feyenoord. 3 op doel, 2 doelpunten. Heerlijk om te zien. 3 op doel, 2 doelpunten. Daar is Donny. Hey! Nee! Oh, niet eens buitenspel. Dit is een mooie aanval. Tenminste, het ziet er wel zo uit. Hij heeft de bal nog. Ik ben boos. Oh ja, ja hoor. Jurgensen! Zoveel geluk! Ga naar de camera, kan niet meer. Laat maar. Zoveel geluk! Ik was de bal kwijt! Ik was de bal kwijt bij Berghuis. Kijk. Hier. Ik was hem kwijt. Het was niet eens een assist van Berghuis.
We staan voor met 3-1. We gaan volgens mij niet. We gaan sowieso niet verliezen. We kunnen nog wel gelijk spelen. Ik denk het niet, maar. Yo, we hebben alle wedstrijden dan gewonnen in deze aflevering. Inclusief de klassieker tegen Amsterdam. We gaan wisselen. Kuksu moet eraf trouwens. Kuksu moet eraf. Sowieso. Guzman tegen Ajax. Ja, kan wel. Maar ik had Bakuna speel trouwens al. Ja, oké. Okay. De Guzman. Berghuis. Ja, hij is op. Jurgensen, Linsen sowieso. Berghuis. Bongonda. Narsing Bongonda. Want hij is een linksport. Ik heb dat gewoon nodig daar. Zo speel ik, man. Drie dubbele wissel. Even kijken. Ja, man. Ja, man. Ja, man. Linsen, Bongonda. En ik ben het al kwijt, man. Linsen met de paas. Bongonda, net in het veld. Bongonda! En dit was met zijn linkerbeen. Wel kwijt. Oh, Traoré. Wacht even. Marega gaat hem krijgen, denk ik. Misschien niet. Ai, ai, ai. Bijlo. Normaal gesproken is dit een doelpunt. Bijlo met de redding. Netjes, man. Eén fout en kijk meteen die counter. En dit had een doelpunt moeten zijn. We moeten blij zijn dat het Alvarez was. We moeten echt blij zijn dat hij het was, man. Scheids, fluit af. Want de klassieker is van Feyenoord Rotterdam. De eerste klassieker komt op naam van Feyenoord Rotterdam. Oké, we gaan even snel kijken naar de feiten. Bakuna de beste speler. Volgens mij is zijn eerste start. Nee, niet zijn eerste start, maar. Oké, even kijken. Hij heeft gescoord. En 2 assists. Bakuna. Migado. 2 assists en het doelpunt. Oké, we gaan even kijken. Ajax. 4 keer geschoten. 2 op doel. 41% balbezit. Wij hebben 6 keer geschoten. 4 op doel. 3 doelpunten. Precies zoals de wedstrijd tegen. De vorige wedstrijd. Gewoon precies hetzelfde. 59% balbezit. We zijn. Lekker bezig, man. We hebben het gat gedicht naar Ajax. Ajax is niet langer de nummer 1. Oké, dat gaat ze pijn doen, man. Dat gaat ze pijn doen. We gaan sowieso even een interview na de wedstrijd. Dit zijn de speciale wedstrijden. Moet gewoon, man. Just a couple of questions for you. Thanks so much for answering our questions. Dit is de nieuwe stand in de Eredivisie op dit moment. Ajax nog steeds op plek 1. Oké, evenveel punten als PSV, maar een beter doelsaldo. Op plek 2 AZ met 27 punten. En op plek 4 in de top 4 dus FC Utrecht met 25 punten. Wij hebben evenveel punten als FC Utrecht, maar FC Utrecht heeft een beter doelsaldo. Maar het gaat naar Ajax. En PSV is maar 3 punten. We zijn lekker bezig. We hebben deze aflevering. Yo, we zijn gaan vlammen, man. We hebben gevlamd, man. We hebben alle wedstrijden gewonnen. Dat is precies wat we nodig hadden. Want de vorige aflevering was minder, man. Eerlijk gezegd. En Jurgensen? Duimpje omhoog voor Jurgensen, man. Echt waar, man. Berghuis trouwens is ook weer aan het vlammen. En Bakuna had een hele goede wedstrijd. Sinisterra deed het goed. Hé, hey man, ik ben gewoon tevreden, man. Kuksu ook. Hé, hey, gewoon eigenlijk het hele elftal. Verdediging ook. Hé, hey man, kom op nou. Laat toch snel doorgaan voordat ik emo word, man. De topscorer in de Eredivisie is Pettersson met 14 doelpunten voor FC Utrecht. 14. Het gat is 5 doelpunten naar de nummer 2. Noah Lang van FC Twente. Ik wou zeggen Ajax, want hij is natuurlijk geleend, maar... Wauw, Pettersson met 14. 14. Oké, in ieder geval op plek 3 Donjon Malen met 8 doelpunten voor PSV. En wij hebben op plek 4 Jurgensen met 7 doelpunten. Maar dat valt best wel tegen, hè.
Een Berghuis op 6. Berghuis gaat likken, maar Jurgensen moet... Ja, oké. Okay. Als je kijkt naar de rest, ja, Noorlang 9, Malen 8. Dus Jurgensen doet het wel goed, maar Pedersen is gewoon van een ander niveau op dit moment, man. De man van de assist in de Eredivisie op dit moment is Van Overeem met 7 assists voor FC Utrecht. Op plek 2, ex-Feyenoorder Klaasie met 6 assists voor AZ. Op plek 3, Kuksu. Kuksu op plek 3 met 5 assists voor Feyenoord. Netjes gedaan, mensen. Dit is ook meteen het einde van deze aflevering. Hartstikke bedankt. Vergeet niet, duimpje omhoog. Abonneer als je nieuw bent. En belletje aan. Nogmaals, mensen, bedankt voor het kijken. I'm out, ski.